Voor het gemak worden ze vaak allemaal Jeep genoemd, maar er zijn natuurlijk meer merken die kleine terreinwagens bouwen. Suzuki heeft op dit gebied al sinds de jaren 70 een naam hoog te houden met de LJ en SJ-serie, ook wel bekend als Jimny of Samurai. De matgroene LJ80 uit 1980 van Huub Lom was eigenlijk voorbestemd als donorauto, maar werd door Huub uiteindelijk grondig gerenoveerd. We gaan eens kijken of dat een beetje gelukt is. Huub, een Suzuki LJ80. Ja. Wat is het verhaal achter jouw LJ80? Een paar jaar geleden hebben Ingrid, mijn vrouw en ik besloten om een wagen te maken waar we wat koffiemachines op zouden zetten. En die zouden dan uitgeleend worden aan mensen die een stichting hebben of mensen die er een goed doel mee hadden. En dan konden ze dan gewoon mensen hun gasten koffie uitserveren of ze konden de koffie verkopen en daarmee de opbrengsten zelf in hun zak steken. Ja. En, want we deden dat voorheen al, brachten we de machines bij die mensen, zetten we een tafeltje neer, water neer. Dat was een heel gesleep. En toen hadden we besloten om gewoon voertuig te nemen en daar die automaat al in te bouwen. Dus we hadden wat wagens de revue laten passeren, een Piaggio bijvoorbeeld, een Fiat 500. Maar het voldeed toch al niet of het was te kostbaar. En toen kwamen we erop het idee om een Jeep te nemen, want een Jeep heeft een mooi laadbakje. Het is gewoon hartstikke vlak, je hoeft er niks aan te schuren of zagen of boren. Je maakt gewoon een kast en dan zet je de machines in. Ja. Inderdaad, misschien niet de meest voor de hand liggende keuze. Mensen denken bij inderdaad een foodtruck, een koffietruck, eerder aan zo'n Citroën HI bijvoorbeeld. Jullie kozen voor een Suzuki Jeepje, maar er zit ook nog een persoonlijk verhaal aan, toch? Wat betreft jullie? Ja, allereerst we hadden natuurlijk een klein autootje nodig, omdat je alleen maar een paar koffieautomaten hebt. Maar het spreekt ook wel de liefde voor het merk. Hè? Dat is wat wij eigenlijk hadden, is een beetje dezelfde smaak, mijn vrouw en ik. Dus we hadden toen we in de jonge 20e jaren kochten we allebei een Suzuki Jeep. Zij kocht dan een witte en ik kocht een zwarte. We wisten het niet van elkaar, waren allebei terreinfans. We hebben dus jarenlang Suzuki gereden. Zonder dat je het van elkaar wist? Zonder dat je het van elkaar wist. En precies dezelfde auto. Ja, nou ja, dan moet het volbestemd zijn, denk ik dan maar. Ja. Hey, maar deze gebruik jij dus voornamelijk voor een beetje, ja, laten we zeggen, commerciële doeleinden. Maar ga je er ook nog wel eens mee baggeren? Ja, dit is onze backup machine, zeg maar. Als die oude, dus als die andere, die dus helemaal omgebouwd is, als die dus het af laat weten, dan kunnen we hier de onderdelen uithalen. Maar tot die tijd vind ik het gewoon een geweldig leuk ding om mee rond te banjeren. Over de dijk te rijden, af en toe licht terrein in te duiken. Ja. Niet te zwaar meer. Ik vind het, je moet hem niet, ja, als die kapot gaat, is het lastig om hem weer heel te krijgen. Ja, want de onderdelenvoorziening is beroerd eigenlijk, hè? Het is een 40 jaar oude auto. Hij was maar een paar jaar in productie. Er zijn er niet zo heel veel van gemaakt. Dus het is, je kunt eigenlijk wel aan een heleboel onderdelen komen, maar cruciale onderdelen zoals een steekas, dat is wel eens wat lastiger. En remtrommels, dat is wat moeilijker. Ja, want jij hebt er zelf heel veel aan geklust aan deze auto. Ja. Ben je van huis uit een klusser of heb je het jezelf allemaal aangeleerd? Van autotechniek wist ik echt helemaal niks. Nul. Ik ben wel handig. Ik repareer heel erg veel voor onze winkel. En met de meeste dingen, als je zo voor iets nieuws staat, dan ga ik er gewoon onbevangen in. En dan denk ik, ja, het is door een mens in elkaar gezet. Dus het zal wel voor een sterveling ook te repareren zijn. Nou, en dat blijkt. Hij staat dus op het oog heel netjes bij. Ik ga er samen met Dennis een rondje omheen lopen. Oké, dat is helemaal prima. Zo. Ja. Kijk hem glimmen. Daar ligt hij. Dat is een mooi blokje, hè? Ja, ziet er netjes uit. Het is niet de eerste, geloof ik. Nee.
Huub zei al toen ik naast hem zat, want ik vroeg van is de kilometerstand? 450. Hij zei van ja, die 4 staat waarschijnlijk voor het vierde blok wat erin zit. Precies, ongeveer een ton per motor. Ja, ja precies. Ja. 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 Ja, leuk. 800 cc. Carburateurtje. Mooie dwarsstoomcarburateur. Ik geloof iets van 40 pk. Zo. Dus dat, dat is een enorm aantal pk's. Ja, want jij hebt ermee gereden. Ik heb er alleen naast gezeten. Mm-hmm. Jij vroeg je volgens mij vooral af of je erin paste. Ja, dat ging net. Ja, met passen meten ging dat. Richting aangeven was een uitdaging. Want mijn knie zit ongeveer naast mijn oorlel. Maar ja, dat heb je met dit autootje. Ja. Maar het is wel, het rijdt gewoon lekker. Hij komt vlot mee. Ja. Ja. Hij is lekker pittig, hè? Ja, precies. Ja, daar kun je niks van zeggen. Je kunt ook gewoon, in principe kun je gewoon lekker op de snelweg rijden als je wil. Horen zien vergaat je, maar ja. Ja, dat is ook een beetje is waar je voor kiest, hè? Ja, precies. Het is, het is ook een stukje beleving, denk ik. Dat is onderdeel van deze auto. Hey, maar wat ligt er blok hoog, joh? Ja, hij ligt er best hoog in. Hij, maar er moet nog wat onderlangs, zie ik. Ja, er zit de voorraad zit er zo'n beetje middenonder, wat ik zo zie. Dat gaan we zo aan de onderkant nog even bekijken. Maar de differentieel moet natuurlijk ook beweegruimte hebben. Dus vandaar dat hij denk ik zo hoog ligt. Ja. Dik luchtfilter. Ja, mooi open luchtfilter. Het is niet origineel, maar het is wel simpel te monteren. Het zal een praktische keuze misschien zijn geweest. Ik weet niet of vooral voor het geluid volgens mij. Ja, okay, ja gaaf. Ja. Ja. Ja, dat geeft dan ook weer een stukje beleving. Hè? Absoluut. Ja. Deze auto is een en al beleving. Ja, dat is niet misschien. Ja, de motor heeft natuurlijk gewoon normaal standaard onderhoud nodig, maar daarnaast moeten de kleppen worden gesteld, dat soort zaken. Maar wat ontzettend belangrijk is bij deze motor, die tip kreeg ik via een gespecialiseerde webwinkel, is dat de karterventilatie goed bekeken moet worden. Inderdaad, het karterfilter dat zit boven in het kleppendeksel, wat ik eruit haalde was zeker 40 jaar niet vervangen. En dat geeft dus een blokkade, dus dan kan het kleppende gedeelte niet goed ontluchten, komt de olie er niet goed bij en dan lopen de kleppen vast. Hey, verder nog dingen die jij hier het vermelden waard vindt? De techniek is beproefd. Dit is eigenlijk, je ziet dingen die je op iedere auto ziet. Stroomverdelen, brandstofpomp, carburateur. Ja, die zie je op iedere auto met de carburateur natuurlijk. Maar voor de rest is het niet heel bijzonder. Het is, vrij eenvoudig, maar wel beproefde techniek. Ja. Hey, dan gaan we gewoon van onder bekijken. Dat is misschien wat boeiender dan. Ja, ik denk dat we daar wat meer aan kunnen wijzen. Zo. We kunnen het in ieder geval goed zien allemaal. Ja, precies. Ja, alles is goed bereikbaar. Ja. Er zit veel. Een beetje rommelig, maar het is wel vrij eenvoudig qua techniek. We zien wat je eigenlijk bij veel vierwiel aangedreven auto's van deze leeftijden ziet. Een starre vooras, die bevestigd is met bladveren, wordt er lekker stug van. Ja. Indirecte stuurinrichting. Een heleboel stangetjes, demper ertussen. Een armpje hier en een armpje daar en een stuurdemper. Ja. Het geeft niet heel veel gevoel bij het sturen, maar het werkt. En dat was toen voldoende. De stuurinrichting van de LJ is best wel een beetje onhandig, om het zo maar eens te zeggen. Ze maken gebruik van een stuurarm die de beweging 90 graden draait. Dat zijn onderdelen die vrij slijtgevoelig zijn. Dat was bij deze dan ook het geval. En ook het stuurhuis, hè, daar komt ook gauw speling op, althans, in mijn geval zat daar erg veel speling in. Dat is zeker zo belangrijk als die stuurkogels, dus dat moet inderdaad goed in orde zijn. Maar het is erg moeilijk om aan die stuurhuizen te komen. Die stuurhoeken, dat valt nog wel mee, die zijn nog wel los te koop. Maar zo'n stuurhuis is best lastig om een goed stuurhuis te vinden. Als je aan dat stuur draait, dan gaat het wiel natuurlijk draaien. Dat doet hij hier ten opzichte van deze grote kogel. Gewone auto's hebben één of meer fusee-kogels. Deze heeft echt een enorme kogel aan de as. Zit dit grote gietijzeren stuk overheen. Door middel van twee lagers kan die draaien ten opzichte van de as. Dat zit weer vol met vet allemaal. Ja, er zit een hoop vet in. Je moet ook zorgen dat hier voldoende vet in blijft zitten. Dus dat er eigenlijk net een beetje uitkomt. Waardoor die ook het vuil wegschuift en ook die kogel een beetje gesmeerd houdt.
gaat droog lopen. Het is blank metaal. Dat gaat natuurlijk meteen roesten. Dat, ja. Daar kun je op wachten. Zo, hier is het niet helemaal droog meer. Nee, we zien hier een beetje olielekkage. Als je hier naar boven kijkt, dan zie je, zeg maar aan jouw kant, onderaan de bak hangt een druppel. Ja. Dat is de kering van de krukas die lekt. Dus het houdt in dat er motorolie langs de krukas in het huis van de versnellingsbak komt. Dat hoopt zich op onderin. Dat gaat lekken. Nou ja, het loopt naar beneden. Je ziet het loopt over de as heen. Hier loopt het naar beneden. Er komt een beetje op de kadanda's. Die slingert wat in het rond. Dus je hebt al gauw een hele grote vette massa. Ja. Het staat op de punten van de to-do-list. Dus dat moet een keer gebeuren. Maar ja, dat betekent wel dat je blok en bak moet scheiden. Dus dat is best wel een klusje. Ja. Kerentje kost geloof ik tientje, denk ik. Ja, daar gaat het niet om. Het is echt de arbeid die erin gaat zitten. Het onderdeel kost je de kop niet, maar je bent er wel even mee zoet. Ja. Verder, je ziet dat de bak ook een beetje zweet. Hier de tussenbak, die laat ook een druppeltje olie vallen. Ja, het is allemaal niet zo erg zolang je me zorgt dat er olie in blijft zitten. Tussenbakken willen er wel stuk gaan, had ik gehoord. Dan is het wel zaak dat je dat in de gaten houdt. Want de onderdelenvoorziening is niet meer zo goed. Dus dat soort dingen, de specifieke delen, die zijn lastig te vinden. Ja, ja. Ja. Wat zien we hier? Daar zien we een remtrommel. En die is bedoeld als parkeerrem. Meestal heb je... Ja, het is een hele eenvoudige constructie. Want je doet met één trommel, blokkeer je twee wielen. Meestal zit die constructie in de remtrommels achter. Dan loopt er een kabel van naar links en naar rechts naar het wiel. En dan trek je, op het moment dat je je handrem aantrekt, trek je in die trommels wat, dat breng je wat in beweging, wat je remvoering tegen je trommel aanduwt. En daardoor heb je een parkeerrem. Het is hier opgelost met één centrale trommel op de kadanda's naar de achterwielen. Dus dan met één trommeltje blokkeer je beide wielen. Het is een eenvoudige constructie. Het scheelt wat onderdelen naar je wielen toe. Het zal misschien met beweging in het terrein te maken hebben dat ze daarvoor gekozen hebben. Maar het werkt. Ja. Ja. Nou, de achterkant, net zo starre as als aan de voorkant, lees ik, deze kan niet sturen. Ik zie verder nog wat nieuwe remleidingen. Hier is de nieuwe remslang, deze leiding ook vervangen. Ja. De remleidingen, tijdens de APK kwam dat wel naar voren. Ik dacht dat het er redelijk uitzag, maar de keurmeester vond dat anders. Dus die heb ik vervangen. Ook weer via een gespecialiseerde website krijg je die remleidingen op maat. Moet je zelf allemaal in de vorm plooien en buigen. Netjes weer dat het goed opgehangen wordt, terugplaatsen. Ja, dat is een hele klus. Dat heeft zeker het grootste deel van de middag gekost. Maar zeker de moeite waard. Het is je eigen veiligheid. Het is dus belangrijk dat het goed functioneert. Uitlaat ziet er keurig netjes uit. Volgens mij is die ook niet zo heel oud. Nee, maar wel heel zeldzaam heb ik begrepen. Oké, het zal weer een specifiek LJ80 onderdeel zijn. Precies. En dat is allemaal moeilijk, heb ik ook meegekregen. Maar voor de rest, de indruk is goed. Het ziet er goed uit, het rijdt goed. Of het lekker rijdt, dat is de vraag. Dat is subjectief. Ja, precies. Maar jij kan hier goed mee leven. Ja, ik pas er niet in, maar op zich, qua staat van de auto, zou ik hem prima kunnen rijden zo. Voor het gaan, Huub? Ja, heel erg leuk. Ik ben blij dat ik geweest ben. Nog dingen gezien die je nog niet eerder had gezien? Want jij kent die auto inmiddels van binnen en van buiten. Je leert er altijd van. Ik heb hem eens echt goed kunnen bekijken, want je ligt er normaal onder. Ja. En dan heb je zoveel ruimte niet. Ik kon hem voor het eerst eens echt goed bekijken. Ja. Het viel me inderdaad mee. Nou, ik vind het een heel leuk ding. Dit is denk ik ook een auto waar je als beginnend sleutelaar goed mee kan beginnen. Ja, dus vooropgesteld dat je een beetje handig bent, is dit echt een hele leuke auto om mee te beginnen. Dus, ja. Het is niet al te moeilijke techniek. Er zijn actieve forums, er zijn gespecialiseerde websites en winkels. Dus je kunt er een heel eind mee komen, ook al heb je heel weinig ervaring. Ja. Heb je nog een gouden tip voor de beginnend sleutelaar? Ja, je moet bedenken, het is door mensenhanden gemaakt. Dus mensen kunnen het ook weer maken. En het belangrijkste is rustig aan beginnen en denk erom, laat die machine niet winnen.
laat de machine niet winnen. Ja, jij bent de baas. Ja, dat vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel voor je komst. Ja.